Voor de volgende zaak in Bureau Brabant gaan we naar Made, waar een casino doelwit was van gewapende overvallers. En dat gebeurde hier in de Kerkstraat in Made, waar in een hotel ook een casino gevestigd is. We hebben bewakingsbeelden veiliggesteld en we willen heel graag dat u even meekijkt. Het is de nacht van zondag 30 op maandag 31 oktober, ongeveer een kwartier na middernacht. Twee medewerkers van een casino maken zich klaar voor de sluiting. De man en vrouw werken in het Playworld Casino aan de Kerkstraat. Vanaf die straat is de toegangsdeur waar ze bezig zijn niet te zien. Als mensen het casino willen bezoeken, kunnen ze dit zijstraatje in. Als je dan naast de slagboom in dat inhammetje gaat staan en om de hoek kijkt, zie je de ingang van het casino. En exact op die plek staan die laatste oktobernacht drie mannen te gluren. Ook al staan de medewerkers vlakbij hen, die hebben helaas niet door dat ze worden bespied. Net als het laatste bord wordt binnengezet, slaan de drie toe. Kijk mee hoe dreigend dat direct verloopt. De voorste man richt meteen van dichtbij een vuurwapen op de beide medewerkers en laat het ook zichtbaar door. Uiteindelijk zet hij het op het hoofd van de 51-jarige vrouw. De andere mannen zijn ook bewapend, met messen. Ze richten zich op de andere medewerker. Een van de mannen zegt dat ze hem dood zullen maken als hij niet meewerkt. Hij moet hen helpen bij het openmaken van de kluis. De medewerker die ze bedreigen is pas 22 jaar en kan hen helemaal niet helpen, ook al zou hij dat willen. Hij werkt namelijk nog geen maand bij het casino, zit nog in een proeftijd en mag en kan ook nog helemaal niets met de kluis doen. Ook al schudt hij nee en geeft hij aan dat hij hen niet kan helpen, toch wordt hij voortgeduwd naar het kantoor. De overvaller met het vuurwapen blijft dat in zijn nek drukken. Het kwartje valt pas bij de stevige man in de Under Armour hoodie, omdat de vrouw dapper roept dat ze haar moeten hebben. Ondertussen blijkt de man in het Givenchy-shirt er vrij rustig onder. Net als de vrouw overigens, die hier zo slim is om even haar bril op te zetten, anders kan ze niet zo goed zien wat ze bij de kluis moet doen. Terwijl de man in het Givenchy-shirt op zoek gaat naar muntgeld, loopt de spanning in het kantoor op. Vooral de man met de beige capuchon klinkt jong en doet zenuwachtig met het wapen. Hij blijft steeds bij ze, terwijl de anderen muntgeld verzamelen. Tijdens het wachten blijft het dreigen doorgaan. Er wordt ook gevraagd naar de telefoons van de slachtoffers. Hier zien we even meer van het gezicht van de derde dader. Na een tijdje is er een tas gevuld met geld. De wat bollere man, dader 2, kijkt hier alvast met die zware tas of de deur nog open is. Terwijl hij alvast gaat, verloopt de aftocht van de andere twee heel chaotisch. De man rechts is bang dat de jonge overvaller zijn wapen vergeet en pakt het zelf maar. Terwijl ze weglopen, bedenkt de jongere man dat hij ook nog een jas en een tas van de vrouw wil hebben. Die is het daar niet mee eens en zo ontstaat in het keukentje een meningsverschil, lijkt het, tussen de daders. Dader 3 wil duidelijk weg, dader 1 maakt ruzie met de vrouw over haar tas. Uiteindelijk maakt die derde dader er een eind aan. Ze moeten weg. Hun mededader zien ze al niet meer. En zo vertrekken ze, 7 minuten na hun aankomst in het casino in Made, weer de nacht in. Vanaf dit zijstraatje zijn de daders waarschijnlijk richting een auto gerend. En hoe weten we nu redelijk zeker dat ze met een auto zijn vertrokken en bijvoorbeeld niet te voet? Dat komt omdat ze de iPhone van de jonge mannelijke medewerker hadden afgepakt. En die telefoon was gekoppeld aan een iCloud-account. Zo kon hij via het programma Find My iPhone kijken of en waar zijn telefoon nog steeds een signaal afgaf. Dit is een foto voor zijn computerscherm. En het groene bolletje is de plek waar zijn telefoon zou liggen. En inderdaad, die bleek in het gras naast de snelweg A59 te liggen. Het lijkt er dus op dat de daders na de overval de A59 zijn opgereden en ter hoogte van, of op afrit 31 Ter Heide, de telefoon uit een auto hebben gegooid. En er is meer. Vandaag laten we ook een auto zien waarvan we de bestuurder op dit moment dringend willen spreken. Het gaat om deze grijze auto die direct na de overval door de Adelstraat rijdt en even verderop op de rotonde links afslaat. En dat is in de richting van de A59. Het gaat vermoedelijk om een grijze Opel Corsa. Nou, mogelijk heeft deze auto er helemaal niets mee te maken, maar dat willen we wel graag uitsluiten. Dan de overvallers. We zien ze hier even naast elkaar. Ze droegen bivakmutsen. Die van deze man was blauw. Twee droegen opvallende kleding van Under Armour en Givenchy.
Ze hebben een aanzienlijk bedrag in cashgeld buitgemaakt. En dat is mogelijk iemand in hun omgeving opgevallen. Dat iemand dus ineens heel veel contant geld kon uitgeven zonder logische verklaring. Als mensen in of in de omgeving van Maden nog beelden hebben van die nacht van zondag 30 op maandag 31 oktober, waar de daders of hun auto misschien opstaan, deel die dan met de politie. Heeft u andere informatie die kan helpen de daders te vinden? Bel dan met de nummers in beeld of neem online contact op. Bedankt voor het kijken en meedenken. En wil je nu ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. En wie weet kun je ons helpen bij deze zaak of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.